redder in de Gouden Kooi. De miljonairs zijn tijdelijk verhuisd naar een camping in de tuin omdat de villa een restyling krijgt. Jaap is zo vervelend dat ze medemiljonairs besluiten hem naar een hotel te sturen. Jij gaat lekker naar een hotel. Ja, zo leuk vind ik dat ook niet, hoor. Maar voordat Jaap naar het hotel vertrekt, weet hij het bezoekje van zanglerares juf Judith nog even flink te verstieren. Hupsteekpittenbrand! Nee, dit kan echt niet! Hupsteekpittenbrand! No way! Ik wil het hupsteekpittenbrand steek! Als jij de confrontatie met me aandurft, klootzak, dan kom je niet naar me toe! Oh, ga je dat doen? Denk je dat ik bang voor je ben? Dit is de Gouden Kooi. 8 mensen, oneindig gevangen in hun eigen achtertuin. Juf Judith is des duivels. Kom je gezellig een avondje zingen op camping De Gouden Kooi, is daar Jaap weer die het voorziet. Sterker nog, hij heeft het lef gehad een ei op haar hoofdstuk te slaan. Nou, dat is de druppel. Je moet toch van voren? Nee, Judith, niet doen. Judith! Opzouten! Je klootzak! Judith! Nee, laat je niet zo gaan. Je weet toch wie het is? Kom op, schat. Moet er van voren. Doe maar terug. This is the last time I'm not gonna be ridiculed by no one. Je bent echt een vuile klootzak. Ik meen het serieus. Zorg maar dat hij eruit gaat. Zo ligt mijn partner. Dan. 20 mei gaat die door. Voor nobody. Ja. Oké. Nobody. Voor niemand niet, oké? Dan weten jullie het. Maak je borst maar nat. En terecht. Maak je borst maar nat. Waar een afspraak. Dank je, staat het zo? Ja, nee. We hadden een afspraak. Doei. 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 Tot nooit meer ziens. Tot nooit meer ziens. En Brian, verdomme. Je was erbij. That's true. Schijnheilige klootzak. Maar Huub ook. Doei. Huub ook. Bedankt voor alles. Hey. Bedankt. Ben je gek bij je ook? Dag. Wat is het probleem hier? Dag. Ik heb het op die eieren zien kakken. Flikker toch op. Hey. Flikker toch op. Hey. Flikker op, Brian. Oké, okay, whatever. Kappen nou, klootzak. Fuck haar. Kappen nou, Jaap. Fuck haar. Kappen nou. Kijk waar ik het toegooit. Vuile kutlaaier. Kappen nou, Jaap. Brian is goed, hè. Kan ik dat wel weer waarderen. Luister, ik ben stom gegaan als een Jaap. Dat is gewoon niet toch, hè. Ik zei toch dat ik dat liedje niet mooi vond? Ik had nog zo gezegd, dat liedje is niet mooi. Mag die? Hij is klaar. Je kan daar niet langer zitten. We gaan maar lachen. Ik moet toch wel lachen. Ik kan er niks aan doen. Oké. Niet naar een hotel, olé, olé. Niet naar een hotel, olé. Niet naar een hotel, olé. Niet naar een hotel, olé, olé. Hiep hoi. Ik wil graag een liedje zingen. Ik zou er al 5000 gezocht hebben. Ik wil graag een liedje zingen. Mag ik niet spelen van je? Ik zal voorzichtig met je gitaar doen. Ik zal hem niet kapot maken. Alsjeblieft. En Jaap is de man van de terror. En als een liedje hem niet bevalt, dan komt de terror. Wie niet luistert naar Jaap, wie Jaap taart. Wie Jaap taart, krijgt terror. Wie luistert naar Jaap, heeft het goed. Wie luistert naar Jaap, heeft het goed. Wie de villa verlaat, heeft het goed. Want dan wint Jaap een miljoen. En daar doe ik alles voor. Desnoods maakt iedereen helemaal kapot. La 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 la. Oké, dat was hem. Hey, Jaap. Ja? We zijn blij met je, jongen. Wat wil je dan doen? Wat heeft zij jou aangedaan? Ik vond het geen mooi liedje. Zeg zelf! Wat heeft zij jou aangedaan? Hoe kan je, klootzak? Ik vind het geen mooi liedje. Hoe kan je, klootzak?
Ik snap mezelf niet! Ik wil hem je nummer winnen. Dat is hem. Hé, Tas, je bent alleen maar steers als het jou uitkomt, joh. Je doet het nooit meer terug, Hij gaat alleen maar door om je te... Laat los. Als jou uitkomt, doe je zo. En dat doe je alleen maar wanneer jou uitkomt. Doe normaal. Dit is even normaal. Nee, jij zon. Omdat je vast een grote bek hebt van de hele avond. Je doet rustig. Het gaat niet om jou. Blijf met je poten van me af. Dit is niet waard. Doe dit dan even op een normale manier. Nee. Hands off. Ik luister. Hands off. Hands off. Heb je iets aan je oren? Hands off. Een ander? Hands off. Zou toch op, jongen? Nee. Hé, Tasha, dit doe je alleen maar net. Dit gaat niet om Tasha, dit gaat om Judith. Doe toch even normaal. Ze komt hier voor ons, ja. Het is zo makkelijk om hier een miljoen te verdienen. Iedereen over de zeik. Ik gooi één eindje kapot, iedereen over de zeik. Dat miljoen is echt zo voor mij. Ik heb je echt naar mijn zin. Zeker weten. Dat is toch een tasje. Het is alleen maar zodat je wel iemand gaat slaan. Als je weg bent. Is die niet waar? Ik heb het laatst ook met jou gehad hier. Dat je nu over de rode gaat, zodat je iemand slaat zodat jij weggaat, zodat hij weer kan winnen. Dus dat is het enige wat hij aan het doen is. Dit is dus meer als de persoon die nu aan het schreeuwen is. Ja? En in plaats van je steunen, gaat die vuur olie op het vuur gooien. Kun je me loslaten? Nee, maar niet als je daarin gaat rennen, dan hou ik je over. Oh, dan. Het gaat niet om het wel of niet loslaten. Laat me los. Laat me los. Nee. Laat me los. Blijf je nou rustig staan? Ja, laat me los. Beloof je dat je rustig blijft? Ja, maar ik loop er wel naartoe. Laat me los. Als je hem niet slaat? Nee, laat me los. Laat los. Brian. Dus kijk maar, eerst. Laat los. Brian. Eerst om naar mij. Brian. Laat los. Dit is de Gouden Kooi. 8 mensen oneindig gevangen in hun eigen achtertuin. Natasja is helemaal over de rooie om wat Jaap juf Judith heeft aangedaan. En Huub gooit nog meer olie op het vuur. Want Natasja, je had er toch een stokje voor kunnen steken. Laat los. Dit is alleen maar olie op het vuur. Laat los. En Natasja greep niet in. En Natasja greep niet in, want ze heeft geen spirit in zich om wat te doen. Ze is een grote loser, ze kan helemaal niks. Ze laat gewoon toe hoe ome Jaap juffrouw Judith helemaal terroriseert. Jaap is gewoon de koning en niemand kan hem aan. Ook niet te schreeuwen, ik Natasja. Heb ik ook een macro? Ik ben phony, I don't give a fuck dat jij dat vindt. Ja, vind ik. Het interesseert me geen flikker. Allemaal van die nepreacties. Nepreacties. Ik sta... Pak die cent uit even. Jouw reactie is nep, jongen. Jouw reactie is nep. Whatever, je ziet toch ook wat jou doet? Jouw reactie is nep. Ik sta boven jou. Pak jij Jaap apart om 6 keer? Jij begon te lachen. Pak jij Jaap 6 keer apart? Jij begon te lachen en jij zei... Brian pak Jaap 6 keer apart. Ik pak Jaap apart. Wat doe jij? Ja.
Dit heeft hij niet gedaan. Dat is wat je zei. Hij heeft het niet gedaan. Nee, dat jij vindt. Ongeloof. Dat jij vindt dat mijn reactie nep is. Voor een leven moet zeggen. Want een leven. Ik maak Jaapapaat om het tegen te houden. Het boeit me niet. Ik sta boven jou. Ik ben beter als jou. Jij gooit elke keer olie op het vuur bij Jaap. Oh ja, dat deed ik. Jij is gewoon nep. Ik ben gewoon nep. Ik ben nep. Ja. Maakt me niet uit, maar ik ben beter dan jij. Ik sta boven jou. Ik sta boven jou. Ik ben beter dan jij. Ik ben beter dan jou. Beter. Beter. Jaap! Ik begrijp precies wat je voelt. Dit is gewoon het ergste wat er is gebeurd. Ik heb jullie dus gewoon weg en ik kom nu echt niet meer terug. Kom maar. Kom maar, beschik je. Nee. Klaas. Nee, Thomas. Oh, ik kan jou wel door de midden breken. Echt waar, als ik gezien had dat hij die eieren pakte, was ik bovenop hem gesprongen. Ik heb het ook niet gezien. Ik heb het ook niet gezien. Ik zat gewoon te luisteren. Ik zat alleen maar mee te zingen. Wat ik doe, is precies Jaap negeren. En dan zie je dit dus ook niet aankomen. Ik heb dit niet aanzien komen. Ik zou hem zo graag door de midden willen breken. Dat is echt niet normaal, dit. Ik ben zo boos. Maar ik ga gewoon niet meer met Jaap in de skin. Ik ben gewoon bang dat ik hem anders knal. Ik ben echt zo boos. En Huub sport ook niet, hoor, deze. Echt niet, maar die is gewoon helemaal obsessief door Jaap. Opgeruimd staat netjes, olé, olé. Opgeruimd staat netjes, olé. Opgeruimd staat netjes, olé. Opgeruimd staat netjes, olé, olé. Waar komt die terror vandaan, Jaap? Waar komt die agressiviteit vandaan, Jaap? Waar komt ik ben niet agressief. Ik had gewoon trek in een eitje. En ik kreeg het spongelen kapot. Niet in de pan. Nou, op het hoofd van je voor u dit. Dat is ook niet erg. Dat kan toch gebeuren? Het is ook niet erg. Ja, het is... Als ik dat ja, het is niet erg. Wat is je doel hiermee? Ik hoop dat iemand mij slaat. Het slaat nergens op. Dit slaat ergens dit op. Gaat te het slaat ver. Op mij. Ik wil dat iemand mij slaat. Daar slaat het op. Zelfs ik... Ik ben een professional en geen amateur. Dit slaat nergens ik op. Ik heb gezegd, ik duw dat liedje niet. En als dat liedje op. Toch wordt gespeeld, dan flip ik helemaal door. Dit slaat nergens op. Ik heb een ijzer gesteld, ja. Weet je, en dat is het. Dit, ja, wat? Dit slaat nergens op. Vind ik ook. Het slaat op een... even tellen. 1, 2, 3, 4, een miljoen. Daar slaat het op. Hoezo win je 1, 2, 3, 4, 5. Hoezo? Een miljoen. Hoezo win je hier een miljoen mee? Luister eens even. Niet alleen maar gaan babbelen. Hoezo win je hier een miljoen mee? Leg me gewoon het even uit, weet je. Gewoon even relax, maar leg me even uit. Hey, terug van weg geweest. Vertel. En op mijn weg kwam ik juf Judith overstuur tegen. En ik heb me bereid gevonden om nog eenmaal met jou in gesprek te gaan. Ja. Dus het is aan jou. Anderen mogen er ook niet bij zijn. Mooi. Nee, ik wil eigenlijk even alleen met jou praten, oké? Oké. Kom maar lekker onder de paraplu. Ik ben nou toch al wat. Ja, op zo'n avond als deze is het maar wat fijn dat avondbutler Mitch ook als bemiddelaar wil optreden. En dat is hard nodig. Jaap moet op het matje. Ik, waarom doe je dit me aan? Je hebt me heel erg pijn gedaan. Ik ken jou ook niet persoonlijk. Nee, ik jou ook niet. Maar waarom doe je dat dan? Wil je ook laten zien dat je mensen op deze manier verschrikkelijk vernedert? En ik laat me niet vernederen. Waar ik excuses wil voor maken, is sowieso dat ik nooit de intentie had om jou heel veel verdriet aan te doen. Het is een gemeen stukje uit mijn karakter. Dat ik inzet om mensen hier heel boos te maken. Als ik de kans had gehad, had ik je wat aangedaan. Maar goed, dat weet je ook. Dat heb je ook gezien. Respect. Ik heb... ik begrijp het niet. Ik begrijp niet dat je zo ver hebt kunnen gaan. Begrijp ik gewoon niet. Ik snap wel dat je er nu over nagedacht hebt. En dat je nu weet dat je te ver bent gegaan. Maar het feit dat je dat zo uit het oog hebt verloren... Dat vind ik echt... Nou, dat is een belangrijk deel van mijn karakter. Ik mis bepaalde emotionele signalen. Je moet gewoon eens over na gaan denken, over emotioneel. Die heb jij. Iedereen kan emotioneel zijn. Ook jij.
Je bent toch verliefd geworden, of niet? Nou dan. Ik heb soms het idee dat van alles wat ik hier doe, dat het zo gemakkelijk eruit komt, omdat ik het op de middelbare school ook zo zwaar heb gehad. Ik ben ook getraaid het vroeger. Waarom denk je dat dit me nou zozeer doet? Ja, dat, omdat het niet terecht is. Ah ja. Dan aanvaard ik je excuses. Maar dankjewel. En veel sterkte. Jij ook bedankt. Ik weet nog niet of ik terugkom. Daar moet ik echt nog even over nadenken. Want het heeft me echt heel veel pijn gedaan. Ik vond het niet eerlijk, maar dat weet je. Oké? Okay? Dankjewel. Jij ook bedankt. Oké? Okay? Nou, die struif kan ik er nog wel bij hebben, die heb ik ook. Oké. Let's go. Let's go? Ja. Oké. Okay. Zullen we dan door de paardenbak? Makkelijk? Door de, ja, laat maar doen. Is toch wel. Maar ik geloof wel dat ik meende. Ja? Ja. Dus je hebt er een goed gevoel bij? Ja. Heb je letterlijk je ei kwijt gekund? Letterlijk. Daar ben ik weer. Hey, ik heb natuurlijk een brief voor niemand anders dan... ja. Sofie, deze even hardop wil voorlezen. Hardop wil voorlezen, natuurlijk. Hardop voorlezen. Ik moet de villa uit. Oké, okay. Yeah. Voorlezen. Gelukkig. Beste Jaap, u moet nu vertrekken naar uw super deluxe sterrenhotel. Tevens moet u nu een medemiljonair aanwijzen die met u mee moet. Wij wensen u een fijn verblijf. PS, er is een tweepersoonsbed. Ja. Ja? Wat is er? Ik besef dat dit gewoon de kans is om eindelijk achter te komen of die tieten nou echt of nep zijn. Dus jij gaat met me mee en je... Tas in pakket! Ik weet niet eens of dit een goede keuze is. Maar ik weet dat dit heel moeilijk is om hier te blijven. Ja, schat! Stomme chick. Bier en tieten. Ja, la 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 la. Wij... Oh, wat relaxed. Heb jij wel een seks gehad in de auto? Nee. Maar ik wil het wel ervaren. Please take the next exit on the right. Had je je nou niet even kunnen omkleden, Jaap? Jonge, jonge. Doe mee aan de Gouden Kooi, want je wil je werk. Kijk zo mee. Inderdaad, met een beetje erg basic voor een miljonair. Nou, dan is het helemaal zo erg nog niet om door je medemiljonairs te worden weggestuurd naar een pakweg 36 sterren hotel. Toch, Jaap en Amanda? Wacht, ik kijk heel even wat de kust veilig is. Mijn huis! Dag Amanda! En ga maar lekker buiten slapen. Ga maar naar de stoep, van de stoep, hoor. Kom maar binnen. Dit alles? Jeetje, Jaap. Jammer dat ik hier met jou ben. Zullen we een biertje mogen drinken, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ja, dit geloof ik niet. Ik kan niet geloven dat ik deze dag heb meegemaakt. Echt niet. Nou, ik wel. Nou, en Jaap is straks ook niet. Want Amanda... Oh, Amanda. Hallo, Jaap. Is het hele pad overgestroomd? Ja. Ik ga je wassen. Je hebt gewoon allemaal zand in je haar. Ja, ik heb scheermesjes bij mijn scheerschuim, want ik zie je net het bad instappen. Je hebt een partij uitgegroeid, joh. Tussen mannetje. Thanks again. Tussen. Nou, wat rusten. Wil je nog één kusje dan? Wel rusten. Doei! Oh, los! Camping De Gouden Kooi is officieel gesloten, want het is zover. De restyling van de villa door Jan en Monique de Boevri zit erop. De miljonairs kunnen niet wachten tot ze weer oneindig mogen baden in luxe. Ze
komen eraan, hè? Ja. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan vinden. Ja, ik ben toch benieuwd of ze het alle negen leuk vinden. Ja, maar ja, oké. Misschien moeten sommigen even wennen. Dat is toch waanzinnig. Daar komen ze. Oké. Hallo! Hallo! Welkom in ons huisje! Jullie huisje? Ja! Het was nu ons huisje. We hebben helemaal ons huisje gemaakt. Hallo! Oh, wat hebben jullie moeten lijden. Hallo! 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 Hoi! Oké, heeft helemaal gouden jasje. Ja, mooi! Jongens, kom binnen. Tadaa! Wauw, kijk nou! Vanavond een speciale uitzending van de Gouden Kooi, waarin Jan de Bouvry de villa gaat restylen. Oh, wat leuk! Ja, heel leuk. Maar dat heeft uiteraard heel wat voeten in de aarde. Niet alleen moet er flink worden aangepakt, ook vergt het aardig wat aanpassingsvermogen van de miljonairs. Maar ja, dat is toch nooit een probleem? De Gouden Kooi, de verandering. Vanavond om 21:55. Op 10. Morgen in de Gouden Kooi. Amanda en Lieke hebben dit heel gezellig samen. Wat mis ik hier? Volgens mij heb ik niets mis, toch? Nee. En Huub botviert zijn jaloezie op Brian. Hij weet zijn zwakke plek te raken. Whatever. Moet je gewoon een sukkel bent. Nee, precies. Wees al populair. Weet je wat het lelijkste is? Weet je het lelijkste is? Dat je moeder een moeder is, joh. En mama Natasia geeft arme Brian een ultimatum. Het moment dat jij nog één keer seks met haar hebt, trek ik meteen mijn handen van je af. Jij doet echt helemaal niks meer met die chick. Breek allebei je benen voor je. De Gouden Kooi. Morgen om 19:30 op 10. En 24 uur per dag op degoudenkooi.tv.